als je het ziet, is het de eenvoud zelf. Maar je moet maar op het idee komen. Dat hij dat gewoon gaat doen, dat hij dat durft. Gemolken tussen de achterbenen. Ja, dat was echt heel bijzonder toen, hè? En dat had nog helemaal niemand bedacht. Over wie hebben we het hier eigenlijk? Veehouder Jacques Huibrechts is een tikkeltje anders dan de doorsnee Brabantse boer. In de goede zin van het woord. Ja, als je een principe wil achterlaten, dan moet je inderdaad wel een tikkeltje anders zijn. Het begon allemaal tijdens een weekje buitenkunst, waarop Hanna vroeg, sinds wanneer worden koeien met een melkmachine gemolken? Ik wist het antwoord niet op die vraag. Ik ben gaan zoeken op Google en ik stuitte op het Hudong-principe. En laat Hudong nou een melkstal zijn die uitgevonden is door de vader van Soet, Lieke en Joost. Toen nog op Zeters woonde. Dit was het prototype. Hiermee liet Sjaak zien hoe de Hudongstal zou gaan functioneren. Joost die kan daar goed over vertellen. Ik was aan het rommelen in de stal of Sjaak die riep mij naar de stal. Ik denk dat het in de oude werkplaats was. En Sjaak had dit in zijn handen. En die kwam naar mij toe en die zei tegen mij, Joost, zo ga ik voortaan melken. Nou, oké, ik was 12. Is leuk. Maar toen ging ik me dus uitleggen. En het idee is dus, de koeien komen vanaf hier binnen. Ja. Die lopen naar binnen. En hij moest nog wel wat slims bedenken. Want de eerste koe die moest helemaal hier naartoe lopen. Want hier gaat eigenlijk weer de uitgang. En als die hier gaat staan, dan blokkeert hij de weg. Dus koe 1, koe 2, koe 3, 4, 5, 6. En uiteindelijk staat hier dus de kop. En daar zijn billen. En dan wordt dus gemolken vanuit tussen de achterbenen door. Ja, dat was echt heel bijzonder toen, hè? En dat was heel, dat had nog helemaal niemand bedacht. Nee. Ja, de meeste koeien stonden achter elkaar. Of de visgaat, die had je nog net. Ja, maar altijd, maar dus je stond als boer altijd, ja. Net als vroeger als je met de hand melkte, ja, tussen de voor- en achterpoten. Het tussen de achterbenen melken, dat was echt not done. Weer thuis ben ik gaan zoeken naar zaken die Sjaak allemaal bewaard heeft. En dit kwam ik daar zo al tegen. Ja, dit stukje, dat moet echt even voorgelezen worden. Al met al een melkstal die beslist zijn plaats zal opeisen naast de thans bestaande stallen. Wat in 1978 werd geschreven, blijkt in 2021 waarheid. Kijk hier. Jacques Huibrechts, die woont in Dorst in de buurt van Breda. In een prachtige omgeving midden tussen de bos heeft hij een bedrijf met 50 zwartbonte koeien. Ik dacht altijd dat het er 60 waren overigens. Die gehuisvest zijn in een lichtbokstal. De stal vertoont niet de typische silhouet van lichtbokstal, maar heeft meer weg van een open veldschuur waar de balen stro en het open front liggen opgestapeld. Geen balen stro, maar balen hooi. Ja. Hoeveel nachten zou hij daar wel niet over nagedacht hebben, s'avonds in bed, hoe dat moest? Deze, ja, weet ik niet. S'nachts denk ik niet. Ja, maar voor hem was het echt, want hij had toen 80 koeien en hij stond 2 uur in die stal te melken, ochtends en 's avonds. Ja, maar in Amerika deden ze dat toch wel, in de carousel? Ja, maar dan was het visgaatcarousel. Oh. Dus dan was het nog steeds, als ze het al hadden toen, he, van die enorme cirkels. Ja, van die hele grote cirkels, ja, ja. Dan was dat nog steeds vanaf de zijkant. Oh, dat heb ik ook nooit geweten. Ja. Ja, en Sjaak was echt de eerste die vanaf de achterkant ging doen. Maar net wat ik zei over, die stal is dan helemaal nieuw voor die koeien. Dus die wilde er in het begin eigenlijk helemaal niet in. Vindt één, dood één. Ja. De eerste keer heb ik echt met Sjaak samen gemolken om die koeien daarin te krijgen. Het zorgen dat ze echt daarin komen. Rust is, ja, dat er een soort rust kwam. Ja? En, dat hij zei, doe even dit en doe even dat. Ja. Zodat die koeien eraan konden winnen. Ja, mooi hè. Ja, goed dat je dat nog weet. Ja? Oké, dan waren de koeien dus alle 6... We waren klaar, dan gingen alle melkcellen aanhangen. En op een gegeven moment zijn deze 6 koeien zijn klaar met melken. En dan moesten ze eruit. En dat was dan Sjaak zijn grote truc. En daarom was het deze spijker, want dan werd namelijk na het melken, ging dit hele ding kantelen. 90 graden. En dan, nou, alle koeien staan los nu. Niks wat ze tegenhoudt. Dus deze deur open en dan kunnen ze gewoon eruit. Mm. En de volgende groep van 6 koeien is aan de beurt. Alles loopt zeer rustig, maar snel. En is zeker de moeite van het bekijken waard. En dat kan, maar niet op zondag, staat daar. Ik wist niet dat mijn vader zo tegen de zondag was. Door de week is Huibrechts met alle plezier bereid om de Hudong zij aan zij melkstal te demonstreren. En dan ging hij weer naar beneden. Deur dicht. Deze deur open. Dan moesten ze allemaal naar voren lopen. En het enige wat Sjaak dus nog heeft moeten aanpassen is dat hier kwamen hekjes op. En dat hekje kon alleen maar zo klappen. Ja. Dus deze koe die maakte dit vak half open.
hier ging er weer een koe naar boven en die maakte dit vak half open. Ja. Zo zetten ze de deur half open voor elkaar. Voor de volgende. Ja. Jezus. Nou, misschien was het toch een beetje abstract wat Joost allemaal verteld heeft. Daarom nu met oude plaatjes en oude tekst alles nog een keertje. De werkwijze. Huibrechts demonstreert ons hoe het allemaal gaat. 6 koeien komen achter elkaar de melkstal binnen. Koe neemt 1, neemt plaats in de geopende box en houdt met zijn lichaam box 2 open. Koe 2 stapt de box binnen en opent box 3 enzovoort. Ondertussen worden de melkstellen aangesloten. Na verwijdering van de melkstellen worden de boxafscheidingen tegen de wand omhoog gedraaid, waardoor de koeien de melkstal snel kunnen verlaten. Is de laatste vertrokken, dan worden de boxafscheidingen weer neergehaald en de volgende groep van 6 koeien is aan de beurt. Had hij daarvoor al zijn koe tussen de achterbenen doorgemolken? Gewoon om het uit te proberen? De geiten hebben dit juist overgenomen. Ja, de geiten hebben dit overgenomen. Dat hij dat gewoon gaat doen, dat hij dat durft. Ja, dan is hij heel praktisch, ja? Volgens mij. En hij stond 2 uur in die stal te melken. Ja. En s'avonds. Ja, want hij is er. En dat was geen doen. En weer heeft hij natuurlijk zijn capaciteit teruggebracht naar 1 uur. De fysiek is altijd geen ruimte om een visgraad of iets anders te doen. Nee. Dus hij moest bedenken, hoe met zo min mogelijk ruimte kan ik zoveel mogelijk koeien doen. Ja, dan zal hij waarschijnlijk op dachten, ja, dan kan je ze zo zetten. Nou, dan moet je via de achterkant melken. Ja, waarom niet? Ja. Ik geloof niet. Sjaak, die vond het niet erg om daar omheen te denken. En hij voelt volgens mij ook dat idee klopt. Ja. Dat is gewoon een sterk idee. Want had die Donkers ook nog iets met koeien? Die kon lassen, want dat kon Sjaak zelf niet, maar... Boer, het was wel een boer, maar of de landbouwboer was of een... Dat weet ik ook niet. Dat weet ik ook niet. Oké. Het brokkensysteem aangepast. Ja, dat heeft hij ook allemaal gedaan. Dus normaal gaf je altijd een schep brokken, hè? Dan kon je stil blijven en kon je ze melken. Maar brokken krachtvoer was heel duur. Dus dan had hij een systeem dat er steeds een paar korreltjes vielen in die bak, zodat die koeien wel bleven eten, maar dat het dat ze er naartoe gelokt werden. Ja, ze vonden het lekker, hè, de koeien de krachtvoer. Ja. Dus er werd inderdaad, er liep een bepaald mechanisme. Die schuifjes. En dan schuif je te groot of schuif je te klein. Maar, dan viel er wel brokjes naar beneden. En dat was net genoeg dat, om die koeien tevreden te houden en om ze te lokken. Dat was erg lollig. Maar dat wat ik zei over, die stal is dan helemaal nieuw voor die koeien. Dus die wilde er in het begin eigenlijk helemaal niet in. En die kwam er eigenlijk pas vele jaren later achter. Toen ik in 1991 de maandje de stal overnam toen hij naar Rwanda was met jullie. En toen had ik hierboven bij de uitgang had ik 1 houten plankje vervangen. Mm-hmm. En ik denk dat de helft van de koeien die hebben even aan het houten plankje geroken. En toen, fuck, ze hebben het gewoon door dat je daar dat iets anders is. Hebt. Ja, dat vond ik zo bijzonder. Ja. Dus zo'n hele nieuwe stal, dat ze dat wel eng vinden. Precies. Want je hebt ze nog gered, hè? Ik heb hem nog gered, ja. Het kist, precies. Ja, dus hij hangt nou hier zo en daar hangt Sjaak dan nog. Maar ik weet niet of ik dit allemaal ga editen erin, hoor. Ja, mooi, hè? Ja, goed dat je dat nog weet. Als je het ziet, is het de eenvoud zelf. Maar je moet maar op het idee komen. En volgens mij, de correcties zijn, denk ik, van mij. Ik kan me dat helemaal niet herinneren, maar vooral dit woordje hier, tot, dat is echt mijn handschrift.